we kunnen hier het punt halen. Thank you.
Spekenissen Noordwijk 3-3. Eerste seizoen gelijk in de basis. Beschrijf je wedstrijd eens. Ja, ik denk lekkere wedstrijd. Eerste helft, zeker als team ook. Eerste helft zetten we goed druk. Noordwijk komt er eigenlijk totaal niet uit. En ja, ik denk dat we de score wel wat hoger hadden mogen maken eerste helft. En dan krijg je een doelpunt eigenlijk uit het niets tegen. En dan staat 1-1. En dan loop je tweede helft nog uit tot 3-1. En dan denk je eigenlijk dat het gespeeld is. Zeker aangezien je ook weinig weggeeft. En, toch ja, nog wel je duels blijven winnen. Alleen dan op het laatst, ja, eigenlijk een hele lullige goal via de rug van de verdediger valt hij eroverheen. En was nog 3-3, zonde. Wat voor gevoel heerst al in de kleedkamer na zo'n wedstrijd? Als je toch 3-1 voor hebt gestaan en dat eigenlijk nog 3-3 wordt? Ja, zeker zo'n wedstrijd tegen Noordwijk. Van tevoren titelkandidaat nummer 1, denk ik. En zeker als je het met z'n allen zo goed doet en zo hard hebt gewerkt ook, dan is zo'n laat tegendoelpunt wel heel erg lullig. En dan ja, voel je. Ja, natuurlijk ben je gewoon heel erg teleurgesteld dat je toch nog 2 punten verliest uiteindelijk. Sta je samen met 22 andere ervaren, geloutere spelers op het veld en dan denk je van laat ik maar de wedstrijd beslissen dan met 2 doelpunten en een assist. Ja, ik probeer natuurlijk altijd belangrijk te zijn voor het team. En in het begin was het gewoon keihard werken, eerst zelf vooral. Ja, tweede helft ook wel natuurlijk. Maar ja, eerst zelf dan een momentje met de assist en tweede helft twee momentjes als doelpunt belangrijk kunnen zijn voor het team. En dan in de 85e minuut onder leidt de pluit het veld af. Ja, ja, die wissel was eigenlijk al iets eerder gepland, want ik zat er al redelijk doorheen. Veel meters gemaakt, dus, maar uiteindelijk 85e minuut kwam die wissel erin. Het leek dat jij ook goed de combinatie vond met de spelers voor je, klopte dat een beetje? Ja, ja, daar hebben we in de voorbereiding heeft de trainer ook al dingen over gezegd, dat ik inderdaad veel met de spitsen moet samenwerken. Dus aangezien ik ook veel diep ga inderdaad, en dat ik dan de juiste momenten moet kiezen met de spitsen. Daar hoef je eigenlijk niet veel voor te praten. Eigenlijk vinden goede voetballers die vinden elkaar op het veld. Ja, ja, het is gewoon goed opletten en ook een beetje praten zitten natuurlijk bij. Dan, hartstikke bedankt. Peter Wubbe, de kop is eraf, Spijkenissen Noordwijk 3-3. Ja. Kan jij voor mij de rest in de noodtroep eens beschrijven? Nee, dat gaat niet lukken. Iets uitgebreider mag ook natuurlijk. Nee, ik was trots op mijn ploeg na de wedstrijd. Ik denk dat wij vooral de eerste helft, 3 kwartier lang, met erg veel pressie, echt ver op de helft, diep op de helft van Noordwijk hebben gespeeld. Ervoor gezorgd hebben dat zij het opbouwen voetbal wat ze graag spelen niet konden laten zien. Veel balovernames rond hun 16, daar hadden we wat meer uit moeten halen, denk ik. En wel een magere 1-0 voorsprong en vervolgens. Uiteindelijk de eerste gelukte aanval na de omschakeling met de zwaar van Noordwijk. Met een goede dieptepas op die Denzel James. Maken ze 1-1. Dus, de tussenstand was teleurstellend, maar het vertoonde spel was echt, vond ik echt goed. Dus ik echt blij om te zien. Tweede helft, eerste kwartier was het voor Noordwijk. Het was even lastig om de wedstrijd echt in de klauw te krijgen. Dat lukte na de 2-1 voor ons, viel ik misschien een klein beetje uit de lucht. Goede actie van Etienne op rechts en een fantastische balaanname van Daan Bourgogne in de 16, die maakt 2-1. En vanaf dat moment waren wij weer de baas in de wedstrijd, maken we ook nog 3-1. Krijgen een grote kans op 4-1 via Michael van Dommelen. Ja, en eigenlijk moeten we dan gewoon de wedstrijd over de streep trekken, uitvoetballen. En ja, laten wij het eigenlijk gebeuren dat zij weliswaar met 2 lucky goals, moet ik zeggen, die tweede zat er wel weergaloos in, maar wel met zijn verkeerde been op een verkeerde inspelbaas. Maar ja, met 2 lucky goals. Laten wij Noordwijk toch terugkomen in de wedstrijd. En spelen we 2 dure punten thuis. Overal denk ik dat we een goede pot hebben gespeeld. Goede seizoensopening hebben gehad. Tegen zeer waarschijnlijk de sterkste tegenstander in deze afdeling. Maar ja, de vraag is of we dit hetzelfde kunnen opbrengen tegen alle andere tegenstanders de komende 29 wedstrijden. Vooraf gezien aan de wedstrijd hoor ik een aantal mensen die tekenen wel voor een puntje. Achteraf gezien voelt het dan als een nederlaag, de 3-3.
Nee, een gelijkspel kan nooit als nederlaag voelen als een gelijkspel. Nee, ja, je moet het jezelf verwijten. Als je 3-1 voor staat en je wil voor de prijzen spelen, dan mag je tegenstander nooit meer terug laten komen. En dan ligt het niet aan een lucky goal of weet ik veel wat. Wij hebben het zelf laten gebeuren. En daar moeten we echt wel lering aan trekken. Vorig seizoen, ook ongeveer rond deze tijd, was het precies hetzelfde als op dit veld, Spijkenissen Noordwijk. Vergeleken met een jaar terug, waar zit het grootste verschil op dit seizoen in? Dat zij 2 punten minder hebben en wij 1 punt meer na 1 wedstrijd. Even een quote bij te pakken uit de presentatiegids. Met gepassioneerd aanvallend voetbal, dus gepaard met wilskracht en teamspirit naar de overwinning, wat te zien is voor alle supporters. Heb je dat gezien van je ploeg vandaag? Nou, we staan in iedere bespreking in de kleedkamer. En eigenlijk komen die woorden al terug. Passie, strijd en wilskracht, wil ik zien. Als die ingrediënten aanwezig zijn en je hebt een goede ploeg, dan ben je bijna niet te kloppen. En dat hebben ze zaterdag zeker laten zien. Nou, sta je uiteindelijk 3-1 voor. 19-jarige basisklant, die staat erin. Samen met 22 andere geloutere ervaren voetballers. En dan neemt hij de boel maar even op sleten. Er zijn andere jongens die de boel op sleeptouw nemen. En daar profiteert Daan met zijn talent van. Omdat spelers om hem heen de zaak goed neerzetten. En samen met hem, want hij levert ook heel veel energie die wedstrijd. En dat doen andere jongens ook. En dan heeft Daan het talent om in en om de 16 van de tegenstander magistrale dingen te doen. Dat is echt, dat heb ik hem niet geleerd. Dat heeft eigenlijk niemand hem geleerd. Hij heeft niet echt een opleiding gehad. Een voetbalopleiding. Hij komt ook niet bij een BWO vandaan. Daar is hij mee geboren. En dat is hartstikke mooi. Dat is een ruwe diamant zoals het heet. Hè. En de toekomst zal leren hoe ver het gaat met hem. Maar Daan is een talentvolle jongen. Mooie voetballer om te zien. Er zit ook heel veel drive in, heel veel energie in de wedstrijd. En hij scoort vermogen, dat heeft hij in de voorbereiding al laten zien. Dat heeft hij vorig seizoen ook laten zien. Dus ja, het is een mooie toekomst voor de jongen. Als laatste dan nog de tactiek die werd gehanteerd de afgelopen zaterdag. Die stemde jou tevreden, zoals je zei. Gaan we die tactiek de rest van dit seizoen zien? Is dat een tactiek die elke tegenstander kan verwachten? Ja, je hebt zojuist een quote van mij geciteerd. Ik denk dat je de rest van het verhaal ook hebt gelezen. Ja, ik denk dat we moeten stoppen in het voetballand met al het gelul over systemen en goed staan en in de organisatie en geen ruimtes weggeven en inzakken, weet ik wat allemaal. Wat wij doen is gewoon aanvallen. Zo vaak, zoveel, zo snel en zo hard als kan. En uiteindelijk zien we wel wat het oplevert. En dat levert ons afgelopen zaterdag een geweldige wedstrijd voor het publiek op. Bijna een hartstikke mooi resultaat voor onze thuisclub. Maar we hebben mooi voetbal gezien, gepassioneerd, de strijd en vol de aanval. En dat moet wel ons handelsmerk zijn, ja.